Noordwijk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Horeca Horecavo, de Heren van Noordwijk en Van der Meer Makelaars. Wij kijken van week tot week. En Kazakkenboy staat 1 punt achter ons. Als je vandaag verliest, dan gaan er weer een stuk of 3-4 over je heen. Of komen in de buurt van je. Ja, als je vandaag wint, zet je die jongens op 4 punten. En krijg je gewoon een gat met het rechte rijtje. Ja, en daar spelen we vandaag voor. En wat er dan boven ons gebeurt, dat zien we dan weer. Dat zien we na 4:15 dan wel. En dan gaan we ons opmaken voor een nieuw strijdplan tegen die vrienden uit Spakenburg. De linker middenvelder van Noordwijk E4. David Bak. Jij bent vandaag de pupil van de week. Ja. Hoe vind je dat? Nou, heel erg gaaf. Ik ben er nog nooit geweest. En zoals je ziet hier wordt het een hele spannende wedstrijd. VV Noordwijk tegen Kozakkenboys. En zo gaat David Bak, de pupil van de week, de speler van de E4. Een linker middenvelder, zoals hij zojuist ook zelf zei. Mag de fictieve aftrap nemen van deze wedstrijd. En hij gaat ook nog eens een keer goed schieten vanaf de rand van de 16. En hij scoort gewoon een doelpunt. Zo begint dus vandaag de wedstrijd in de 17e november. De dag dat Sinterklaas het land binnenkomt. Komt Kozakkenboys op bezoek bij de VV Noordwijk. Kozakkenboys schroomt niet en trekt gelijk ten aanval. Het is Rizky Bazoski die zijn visitekaartje afgeeft. En Kozakkenboys heeft een slechte serie achter de rug. En die zijn van plan om het een en ander recht te zetten. En dat willen ze natuurlijk vandaag doen. Noordwijk daarentegen heeft de afgelopen 8 wedstrijden niet meer verloren. Een hele mooie serie neergezet. En is ook in de race voor de tweede periodetitel. Noordwijk vorige week thuis gespeeld tegen GVVV en keurig gewonnen. Nou, het is nogmaals de Kozakkenboys die een aanval opzet over links. Het meeste gevaar kwam bij de boys over links. Raymond Poetti had het vandaag bijzonder moeilijk. Hij ziet ook daar hier zijn directe tegenstander aan hem voorbij gaan. Rizky Bazoski gaat daar de 1 tegen 1 aan en gaat richting het strafschopgebied. En hij wordt daar, het wordt hem moeilijk gemaakt, gelukkig, door Kevin Wijmer. Kevin Wijmer vandaag in de ploeg voor de geblesseerde Bob Hoogkamer. En daar is het Kozakkenboys wat nog een keer gevaarlijk wordt. Het is Arif Iram Bislek die daar de kopbal richting het doel van Noordwijk legt. En het is Noordwijk wat nu de aanval gaat opzetten. Ze doen het met de lange bal. Diederik Hogewaard vindt daar Kees Piertol. Die is daar een beetje aan het in de kluts. En daar is het Bram Meurs, die ziet de vrijstaande Stefan Mertens. En die geeft daar een heel listig hakje. En wie komt daar aan de linkerkant op? Het is daar Guido Mollet. Met een schitterende paas en een even schitterende voetbeweging van Mike Dam. Noordwijk op 1-0. Mike Dam, ja weer Mike Dam. Hij maakt de eerste. Noordwijk 1-0. 15 minuten gespeeld. Kozakkenboys had een optisch veldoverwicht. Maar Noordwijk gaat goed met de kansen. Het is een mooie crosspaas op Raymond Maraputi. Die gaat daar voorbij zijn directe tegenstander. Hij geeft een hele mooie voorzet. Waar de verdediger van Kozakkenboys in eerste instantie terug kan komen. Ja, en daar is het Stefan Mertens. Ja, het wordt daar goed geblokt. Nogmaals gaat Noordwijk het proberen. Nou, helaas, Raymond Maraputi kan de bal niet binnenhouden. Het was ook moeilijk voor hem. Het is daar de Noordwijk wat weer middels Bram Meurs de aanval opzet. Noordwijk vaste patroon, een hele mooie combinatie. En daar gaat die bal richting Mike Dam. En Mike Dam die haalt dat uit met zijn rechter. Ja, warempel, maar Mike Dam maakt gewoon zijn tweede. 2-0 voor Noordwijk. Mike Dam, hij gaat steeds meer zijn waarde bewijzen voor Noordwijk. Kees Piertol creëert ruimte en Mike Dam profiteert ervan. Noordwijk op 2-0. Een half uur gespeeld. En daar is het Kozakkenboys wat een aanval probeert op te zetten. In de fastbreak Noordwijk direct er weer uit. Kees Piertol, die speelt zijn man. Doet hij heel goed. Hij gaat naar zijn linker. Maar daar vindt hij de keeper van Kozakkenboys, Mirko Boven. Goede redding van de keeper. Kozakkenboys, gaan zij nog wat terug doen? Ze schromen de aanval niet. Dan gaan ze over rechts. Het is daar Kozakkenboys. Middels de rechtsbuiten daar. De keeper van Noordwijk redt. Maar daar is het. Ja, daar is hij. Rizky Bazoski. Koort gewoon de 2 tegen 1. En de wedstrijd is weer spannend. Kozakkenboys. Voortdurend loerend ook op de aanval. En nogmaals aan de rechterkant de Kozakkenboys. Nu richting de 16. En daar is het Raymond Maraputi. En uiteindelijk is het Marcel Akerboom die daar voor opruiming kan zorgen. Maar dan nog een keer. En Raymond Maraputi trekt aan de noodtrem. Rizky Bazoski wordt daar onlegementair gevloerd. En een terechte gele kaart.
scheidsrechter Van den Berg die twijfelt geen moment. Inmiddels de tweede helft. De lichtinstallatie staat aan. Het was vandaag een beetje mistig. Dus de eerste helft, de beelden waren misschien niet zo goed. Maar het kwam door het mistige weer. De keeper Noordwijk, Mustafa Amerzin. Die gaat daar heel gedurfd het duel aan in zijn eigen 6 meter. En hij speelt hem daardoor naar de middenvelders van Noordwijk. Een heel mooi driehoekje. Kai van Hezen inmiddels in de ploeg gekomen voor Kevin, voor Raymond Manaputi, excuses. En hij vindt daar Kees Piertol. Kees Piertol dreigt en Kees Piertol die scoort. 3-1 voor Noordwijk. Kees Piertol, zijn eerste vandaag. Wat zal hij blij zijn. Hij heeft inmiddels getekend, dat weten we nu, bij Spakenburg. Volgend jaar is hij daar 2 jaar te bewonderen. Maar voorlopig mogen wij dit seizoen heel veel plezier hebben van Kees Piertol. Zijn eerste, Noordwijk derde. Kan Kozakkenboys er nog iets tegenover stellen? Ze blijven het proberen. Daar komt de bal in het 6 meter gebied en er wordt wat geduwd en getrokken. Nou, dan gaat de Kozakkenboys speler liggen. Het scheidsrechter Van den Berg die wil niet weten van een penalty. Ook al wordt er geappelleerd. Noordwijk mag verder weer gaan aanvallen aan de rechterkant. Scheidsrechter Van den Berg, een betrouwbare scheidsrechter. En daar is het Kozakkenboys. Het gaat de aanval opzoeken en dat komt daar over rechts door. Een mooi steekballetje naar Arif. En Arif probeert de bal daarin te tikken, maar het is Mustafa Amerzin die daar keurig netjes de bal voor de voeten weg weet te halen. En Mustafa Amerzin die voelt het spelletje goed aan. Hij ziet daar Kees Piertol gaan. Een verre uittrap van Mustafa en dan komt hij bij Kees Piertol. En Kees Piertol die bezit ook nog een mooi lopje daar. Hij kan niet alleen met zijn links schieten, maar hij maakt daar een mooi doelpunt. De vierde voor Noordwijk. Kijk maar even. Het is daar een hele listig lopje met zijn buitenkant rechter. Keurig netjes achter de keeper Bovo van de Kozakkenboys. 4-1 voor Noordwijk. De wedstrijd is toch eigenlijk wel in de knip, zou je zo zeggen. Maar Kozakkenboys die denkt er anders over. Die gaat weer ten aanval. Het is daar een hele mooie steekbal op Sjoerd van der Waal. En die schiet daar met zijn linker naast de goal. Mustafa Amerzin verkleidt zijn doel daar goed. Het was ook niet makkelijk voor Sjoerd van der Waal. Maar ze blijven het proberen, de mannen van de boys. Noordwijk weer in balbezit. Een heel listig hakballetje van Bram Meurs. Vindt Kees Piertol en hij krijgt de bal weer terug, Kees Piertol. Kees Piertol heeft daar Jon-Joost Cornelissen af die staan. Helaas, net voorlangs Jon-Joost Cornelissen inmiddels ook in de ploeg gekomen. Hij was daar dichtbij een doelpunt. Ja, daar wordt een overtreding gemaakt door Safour Serkaoui. En speelt Kozakkenboys snel de bal op Arif. En Arif die vindt daar de verre hoek. Een werkelijk fantastische treffer van Kozakkenboys. Arif, de topscorer van Kozakkenboys, brengt daar de spanning weer terug in de wedstrijd. 4-2. En Noordwijk weer. De verre trap van Mustafa Amerzin. Hij vindt het hoofd daar van Jon-Joost Cornelissen. En die ziet daar Kees Piertol vertrekken. Kees Piertol, die speelt zijn de keeper. En Kees Piertol maakt zijn derde. Een hattrick. Noordwijk op 5-2. Kees Piertol, dat was hij weer belangrijk vandaag. Spakenburg heeft niet voor niks heel veel geld voor hem over gehad om hem volgend jaar vast te leggen. Hij maakt hier schitterend Noordwijk's vijven. En zo eindigt Noordwijk de wedstrijd en staan zij bovenaan in de tweede periode. Noordwijk volgende week bij de IJsselmeervogels kijken of zij die periodetitel ook werkelijk kunnen halen. Onze dochter Jazz, die is afgelopen dinsdag geboren. En als je dan op zaterdag met 5-2 wint, dan is het inderdaad een bijzondere week, klopt. Ja, ik voelde me lekker vandaag en het hele team voelde zich lekker. We hebben een paar mooie aanvallen en een hoop mooie doelpunten gemaakt. Dus dat is genieten, lekker. Noordwijk TV werd mede mogelijk gemaakt door Horesca Horecavo, de heren van Noordwijk en van de Meermakelaars.